In Rotterdam-Hilligersberg in de wijk 110 Morgen heeft woensdagmiddag een 52-jarige vrouw een mede-flatbewoner doodgestoken. De vrouw is aangehouden. Onder flatbewoners gaat het verhaal dat de vrouw al tijdenlang voor overlast zorgt. Mede-flatbewoner Jaap vertelt zijn verhaal. Hij zat in de woonkamer van het slachtoffer toen er op de voordeur geklopt werd. Hij was dolgelukkig. Hij denkt dat is mijn dochter. Nou, ik denk 2-3 seconden riep hij van Jaap, Jaap. Ja, er hing hier nog de deur van open aan de buitenkant aan de voordeur. Maar ja, het was al te laat. En er lag een plas van bloed, het hele huis ziet er niet uit. Nou ja, ik had 1 hand, 1 en 2. He, want dit moet je doen, reanimeren. Maar ik ben geen huisarts. Nou, toen deed ik nog 1 keer de ogen open. Dit is aan Jaap. Dag Jaap. Het was gebeurd. Je hebt hem echt onder je handen zien sterven? Hij heeft met zijn hoofd in mijn hand is hij gestorven. En vlak daarna kwam de eerste politiewagen. En met die strijkijzers, noem je die dingen, weet ik veel. Op zijn borst, maar dat hielp niet. Hij is gewoon helemaal leeggeboeid. De voordeur van het slachtoffer is verzegeld. De galerij ziet eruit als iedere willekeurige ochtend. Vanmorgen is toch het eerste wat is weer dat ik dacht van ja, Max is dood. Max is dood. Dat kan zomaar gebeuren. Hij is gistermorgen ook gewoon wakker geworden. Hè? Flatbewoners hebben meermalen aan de bel getrokken over het ontoelaatbare gedrag van de vrouw. Veel eerder hier weg en beschermd wonen. Begeleid wonen. Absoluut. Ze heeft moeite met alleen zijn. En toch heeft ze iets in zich waarvan ik denk van nee, ik moet je niet in huis halen. En weet je wat mij nou zo pijn doet? Ja, dat Max weg is, dat doet mij pijn. Maar de hele flat, jongens, iedereen heeft last van mijn mokken gehad. Hè? Ja, want ik heb hier boeien gehad met die agent. Ik zeg, zie je nou, wie heb je nou gelijk? Ik zeg, een half jaar geleden zei ik het, hè? Ik zeg, dit gaat met dodelijke afloop, hè? Nou, ze hebben het gezien.